Mieke Bijshuizen, wat moet dit een bijzondere dag voor u zijn? Ja, het is een hele bijzondere dag. Ook wel een hele emotionele dag, moet ik zeggen. Ik had het ook wel eventjes te kwaad hoor, toen ik mijn dankwoord uitsprak eigenlijk. Maar het is goed gegaan, geloof ik. En ja, iedereen vond het een hele mooie bijeenkomst. Zou je eens in het kort uw verhaal kunnen vertellen? Mijn eigen verhaal? Ik ben natuurlijk een Joods meisje. Ik woonde in Amsterdam, in de Rivierenbuurt. En mijn ouders waren hele vrolijke mensen. Hele sportieve mensen, moet ik eerlijk zeggen. Ze werkten allebei. Ze hadden een goede baan. En op een gegeven moment, er was oorlog. En mijn vader en moeder waren turnsters. En mijn vader was voor de oorlog kampioen turnen van vlugheid en kracht van Amsterdamse turnvereniging. En hij was een bekende man eigenlijk in Amsterdam. Maar toen het oorlog werd, mochten ze niet meer werken. En ze hadden een kind. Dus wat moesten ze daarmee? Totdat op een gegeven moment mijn tante Jo en oom Gerrit Schaafsma, die woonden toen nog in Amsterdam. Die hadden een zoon en die studeerde in Amsterdam rechten aan de VU. En die had een vriend, Piet Meerburg, ook aan de VU, studeerde ook rechten. Maar die zat in de onderduikwereld, in het verzet. En die zorgde dat alle mogelijke Duitse Joodse kinderen wegkwamen eigenlijk uit de crash tegenover de Hollandse Schouwburg. Nou, die Hollandse Schouwburg, daar zat de Joodse Raad. Daar stopte een tram en meneer Suskind had afgesproken met de tram 10 minuten blijven staan, want dan kunnen wij de kinderen uit de crash halen. Aan de ene kant was de oude kweekschool, aan de andere kant was het huis van meneer Suskind. En zo, iedere keer als die tram stopte, brachten ze de kinderen naar een van die huizen. Dat is mij niet overkomen, omdat mijn vader dus wist wat er gebeurde en bij de Joodse Raad werkte, omdat hij niet meer kon werken. Maar ze vroegen hem, heel vervelend werk, want je moest alle Joden registreren die er waren. En zo dacht hij, misschien kan ik het ontkomen. Dat gebeurde dus niet. En ze zijn met de ene laatste trein, zijn zij via Westerbork naar Sobibor gereden. In goederenwagens hebben ze gezeten. En die tante Jo, die hoorde dus van de oudste zoon dat onderduik gezinnen waren in Friesland. En zij zei, ik heb een zus in Friesland, in Sneek wonen. En die zus die wil vast wel een kind, want die hebben geen kinderen. En dat willen ze wel en dat doen ze. En zo is het gebeurd. Toen heeft een van die kinderen, van die 9 kinderen, Joke, die heeft mij van Amsterdam naar Enkhuizen gebracht. Enkhuizen, Stavoren en met de trein naar Sneek. En zo ben ik in dit blauwe jasje, wat daar hing, naar Sneek vervoerd. En hoe komt dat nou? Er is een boek gekomen in Sneek en dat heet Theesurrogaten. Dus de blonde kinderen gingen naar het noorden, de donkere kinderen gingen naar Limburg. En in dat boek, die Theesurrogaten, stond een citaat dat ze zeiden, als een kind naar het onderduikgezin ging, bewaar de kleertjes. Want de moeder herkent haar baby of kind aan de kleertjes. Want de gezichten veranderen zo. En dan weet ze eigenlijk niet meer goed of het nu wel haar kind of niet haar kind is, als we ooit terugkomen. Maar aan de kleertjes kunnen de ouders zien dat het hun kind is. En dat is zo'n mooi citaat. En zo is het met mij dus ook gegaan. En in Sneek, mijn pleegouders waren christelijk. Die waren gereformeerd. Mijn vader was zelfs ouderling in de kerk. Die kende de predikanten. En er waren
doopsgezinde predikant was daar. Even kijken hoe die heet. En die met zijn vrouw zorgde voor heel veel onderduikgezinnen. En hoe kwam dat nou? Die Piet Meerburg, waar ik het nu eerder over had, die had een nichtje wonen in Sneek. En dat nichtje was hulppredikant in Sneek. En hij is naar Sneek gegaan, naar zijn nichtje. En hij kreeg dus allemaal adressen. En zo hebben ze 80 kinderen in onderduikgezinnen geplaatst. Dus dat is natuurlijk geweldig. En na de oorlog, ja, was het afwachten van hoe gaat het. Maar mijn eigen ouders, mijn pleegouders, hebben voordat ik naar Sneek ging nog kennis gemaakt met mijn eigen ouders in Amsterdam. En mijn vader en moeder, mijn eigen vader en moeder, die zeiden, zorg goed voor haar. Zorg dat ze blijft leven. En dat was het thema. Blijf leven. En ze hebben het op papier gezet met alle mogelijke dingen, zodat niet later iemand uit Palestina kon komen. Ik neem haar mee. Ze moet mee. Nee, ze mocht bij deze ouders blijven. En zo is het ook gebeurd. Dus ik ben in Sneek gebleven. En na de oorlog kwamen de berichten van het Rode Kruis dat mijn ouders en de hele familie was omgekomen in Sobibor en Auschwitz. Ik groeide op in Friesland en mijn ouders zorgden fantastisch voor mij. En toen ik 11 jaar was, hoorde ik van hun dat zij niet mijn echte ouders waren. Dus dat was wel even schrikken. En hoe kwam dat nou? Er kwam een adoptiewet. En die adoptiewet kwam in 1953. En ik vond het vervelend dat als ik naar de scholen ging, dat ik Mia Koster heette, terwijl ik iedere keer moest uitleggen van, maar ze noemen jou Mieke van der Laan, hoe kan dat nou? Nou, en ik ben dus toen geadopteerd in 1953. En ja, zo is mijn leven dus verder gegaan. Ik kan me ook voorstellen dat het voor u heel bijzonder moet zijn geweest dat uw adoptieouders en uw echte ouders elkaar ontmoet hebben. Ja, dat was heel bijzonder. Heel bijzonder. En ook heel gevaarlijk. Ontzettend gevaarlijk. Maar mijn pleegouders waren niet bang. Die zijn daar echt naartoe gegaan. En die hebben mij daar ook zien lopen. En in dat huis. En mijn eigen ouders. Die vertrouwden het. Want anders weet je niet waar gaat dat kind naartoe. En wie zijn die ouders? En zij hebben echt gezegd, mijn eigen ouders, jullie hoeven dat kind niet Joods op te voeden als ze maar blijft leven. Dat is voor ons belangrijk. U zegt, u kwam er in 1953 achter dat uw adoptieouders niet uw echte ouders waren. Nee, ik was 11 jaar. U was 11, sorry. U was 11 toen u erachter kwam dat uw adoptieouders niet uw echte ouders waren. Ja. Heeft dat nog iets met u gedaan of had u zoiets van, bent u ze ook gewoon wel als uw ouders blijven zien? Ja, ik ben ze eigenlijk altijd als mijn ouders. Weet je, op een moment is het heel schokkend. Maar op een gegeven moment, je bent 11 jaar, je zit nog op de lagere school. Het gaat gewoon door. En je leeft. En ik heb ze altijd als mijn echte ouders gezien. Dus dat verandert dan niet zoveel. En toen ik geadopteerd werd, moest ik voor de rechtbank komen in Leeuwarden. En ik zat daar, ik weet het nog, ik zat op die stoel en mijn pleegouders zaten achter mij. En de rechter vroeg iets aan mij, wat ik niet wist. En toen zei ik tegen hem, ik moet het even aan vader en moeder vragen. En toen was het goed. Hij zegt, ik hoef daar niet langer over na te denken. Zo ging het. Dan moet het ook juist heel bijzonder zijn dat u nu postuum alsnog deze eretitel in ontvangst mag nemen. Precies, geweldig voor ze. En het is ook al heel mooi, ze staan zelfs al op de zuil in Yad Vashem. De namen staan erop. Dus ik hoop, nou, toch binnenkort naar Israël te gaan. Ik ben er al aan geweest hoor, een aantal keren, met mijn man. Want mijn man kwam ook uit Sneek. Dus Sneek loopt als een hele rode draad door mijn leven. Heel grappig. Ja.
Wat ik ook heel bijzonder vond in uw toespraak is dat u zei dat zonder uw adoptieouders in Friesland, uw dochter zat hier in de zaal, kleinkinderen zitten in de zaal, dat zonder die mensen hadden zij hier ook helemaal niet geweest. Nee, was niemand hier geweest. En dat is ook wat de Joden dus ook graag willen, dat meisjes, vrouwen belangrijk zijn. Die zorgen ook voor het nageslacht, zeggen ze. Dus vandaar dat het heel fijn is dat ze hier ook zijn, waren. En dat ze ook bijgedragen hebben aan deze ceremonie. Is het ook voor u iets misschien dat, dat dit de cirkel rondmaakt? Ja, het maakt wel rond. Het is nu wel goed dat het zo is. En ik ben daar wel eigenlijk heel blij om. Daarvoor had u nog niet het idee van dat u het af zou kunnen sluiten? Ja, je kan, als dit er niet is, kun je niks afsluiten. Het blijft altijd je nakomen. Op wat voor manier ook. Dus, maar dit is mooi. Dit is een hele mooie afsluiting geweest.